Ik ben in Washington, op Capitol Hill. Dat zie je hier achter me. Ik heb zo'n gesprek met Catherine Clark. Zij is een vooraanstaand democratisch politicus die zich inzet in het Amerikaanse parlement voor de rechten van vrouwen. En we gaan praten over, ja, wat kunnen we nu samen doen als politici om dat recht van vrouwen te versterken. En er zijn heel veel meer vrouwen die zich gesterkt voelen door onze steun. Niet alleen uit Nederland, maar ook uit andere landen. Ik vind het heel erg belangrijk dat vrouwen zelf kunnen beslissen over hun lichaam. En dat ze zelf kunnen beslissen of ze kinderen willen en wanneer en met wie. En daar hoort ook toegang tot veilige abortus hoort daarbij. In de Verenigde Staten wordt de wetgeving die ze hebben, die wordt nu eigenlijk aan alle kanten aangevallen. En dat betekent dat voor vrouwen in sommige staten abortus eigenlijk onmogelijk wordt gemaakt. Ook als het gaat om bijvoorbeeld als ze zwanger zijn geworden als gevolg van incest of verkrachting. En ik wil laten weten dat wij solidair met hen zijn. De petitie is een steunbetuiging aan vrouwen in staten als Georgia. Die zegt: wij staan pal voor het recht van vrouwen. Ik wil hen een hart onder de riem steken.